In deze video wil ik het hebben over redactie en dat doe ik samen met Sanne Hillemans. Hallo. Hoi, ik ben Robin Roosendal en op dit kanaal heb ik het over tekenen, schrijven, schilderen, fantasy, alles wat ik heel erg leuk vind. Vind je dat soort dingen ook leuk? Word dan zeker even lid van dit kanaal. Druk op de grote abonneerknop hieronder en druk ook even op het belletje. Dan krijg je elke keer een melding als ik een nieuwe video upload. Nou, op dit kanaal heb ik dus onder andere over schrijven, zoals ik zei. En een deel van schrijven, als je goed wil schrijven, is ook redactie laten doen over je werk. En wat is redactie nou eigenlijk? Nou, het leek me een goed idee om het daarover te praten met Sanne Hillemans. Super fijn dat je hier weer opnieuw op mijn kanaal op bezoek bent, want dat hebben we eerder gedaan. Ja, en Sanne en ik die praten vaak samen over schrijven en we kunnen altijd niet ophouden met praten over schrijven. Nee. Dus het is altijd goed om het gewoon op dit kanaal ook te doen, als we dan toch het erover hebben. Nou, laten we dan meteen maar een video ervan maken, toch? Ja, kun je beter maar vastleggen. Ja, toch? Ja, Sanne heeft zelf een aantal boeken geschreven en ja, er staat er eentje daar. Ik zal eventjes alle links naar alles over Sanne in de beschrijving onder deze video zetten, als je meer over haar wil weten. Want een van de dingen die ook heel interessant is, is dat je ook redactie doet. Ja. Nog niet zo heel lang eigenlijk, hè? Nou, op zich nu al wel weer een tijd. Maar fulltime sinds halverwege dit jaar ergens. En het is nu in 2021. Ja. Toen ben ik gestopt met alle andere dingen en het fulltime gaan doen. Ja. En daarvoor deed ik het meer als ernaast. Erbij. Ja. Ja. Ja, dus redactie. Superleuk. Voor een aantal kleine uitgeverijen, begrijp ik? Ja, kleine uitgeverijen en individuele auteurs ook. Dus als mensen zelf hun boek willen uitgeven. Maar ik heb bijvoorbeeld ook redactie voor iemand gedaan die haar boek wel naar een uitgever wil sturen, maar gewoon zelf van dat hele proces wilde leren nog. Dus dat vond ik ook super leuk. Dus het verschilt een beetje. Eigenlijk iedereen die inzicht wil in hun werk, kan ik helpen. En als het komt tot een boek, dan heb je hem al helemaal nodig. Ja, precies. Ja, nou, super veel ervaring dus al. Dus het leek me leuk om met Sanne te hebben over redactie. Wat is het nou eigenlijk? En waarom zou je het doen? En wanneer? Op welk punt in je proces en zo? Dus ja, laten we het daar eens over hebben. Ja. Wat zou jij zeggen dat de redactie is? Om maar eventjes bij het begin te beginnen. Oh, nu moet je echt zo'n hele strakke definitie hebben natuurlijk. Als in dat zou leuk zijn, als er een goede strakke definitie uitkomt. Eigenlijk is redactie gewoon dat iemand met je meekijkt naar het verhaal dat je hebt geschreven. Op verschillende niveaus. En kijkt of je het een beetje het doel bereikt dat je wilde bereiken. Ja. Want kijk, je kent het zelf ook, als je aan het schrijven bent, dan zie je het gewoon helemaal voor je. Ja. Maar de tekst die jij opschrijft moet uiteindelijk een lezer gaan bereiken en gaan meenemen in de wereld die jij al voor je zag. Ja. En als schrijver, omdat je het voor je ziet, is het heel makkelijk om het opschrijven zoals je het voor je ziet, maar allemaal details weg te laten, omdat die zijn voor jou logisch. Maar voor een lezer zijn die niet logisch en dan moet je de lezer vertellen, anders dan zien ze dat niet hetzelfde als jij. Dus dat is eigenlijk waar het bij helpt. Het is gewoon die objectieve tweede blik om te kijken of wat jij op papier hebt gezet ook echt is wat je in je hoofd had. Ja. En dat zie je zelf gewoon niet. Zeg maar, ik redigeer voor andere mensen, maar ik heb ook een redacteur nodig, want ik zie dat ook niet. Nee. Dus daar is het heel belangrijk voor. En dan heb je eigenlijk meerdere niveaus van redactie. Ja, want dat vroeg ik me af. Je hebt inderdaad verschillende soorten natuurlijk. Want je hebt het nu over inderdaad, komt de visie van de auteur over. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook nog bijvoorbeeld woordredactie en dat je gewoon op spelling gaat letten en zo. Ja, je hebt eigenlijk wel 3-4 niveaus. De hoogste is gewoon inhoudelijke redactie. Dus dat je inderdaad kijkt, oké, klopt het verhaal? Zit het goed in elkaar? Kan je ergens dingen nog krachtiger maken? En dan gaat het echt puur om de inhoud. Ja. Dus dan denk je echt op verhaalniveau mee. Ja. Voor je personages zijn loopt het mooi af op een afgeronde manier. Ja. Ja, dan denk je echt mee over het verhaal inderdaad. En eigenlijk over alles. Maar dan let je niet op deze of deze. Dan ga je nog niet kijken naar loopt deze zin wel lekker. Ja. Dat komt dan eigenlijk in de volgende fase. Is dat je gaat kijken naar, laten we zeggen, zinsniveau. Dus dat je, en dit is een van mijn favorieten. Want ik hou er gewoon heel erg van als je leest dat er een bepaalde melodie in zit, weet je wel. Ja. Dat je gewoon korte zinnen af is met lange zinnen. En de zinsvolgordes niet de hele tijd hetzelfde hebt. Ik las laatst, dat was met samen, het begin van een boek. En dan begon iemand steeds met dezelfde volgorde. Dus het was steeds, ze liep naar de deur. Ze deed de deur open. Ze zei hallo tegen de gast, weet je wel. Terwijl je ook kan zeggen, ze liep naar de deur. Toen ze daar was, deed ze hem open. Weet je wel, dus dat je wat meer afwisseling daarin doet. En als je dat dan leest, dan loopt dat veel lekkerder. En dan krijg je dat mensen waardoor zeggen, waardoor als lezer meer het ritme inkomt of zo. Ja, en dan krijg je net dat mensen zeggen van, oh ja, het las zo lekker weg. Omdat je gewoon, dat is hoe ons brein tekst graag wil. Ja. Dus dat is eigenlijk dat tweede niveau, dat je op zinsniveau gaat kijken. Lopen alle zinnen lekker in elkaar over en spreekt het lekker uit, zeg maar, in je hoofd. Ja. En dan het niveau daaronder, en die dingen gaan vaak wel ook tegelijk hoor.
is dan dus inderdaad gewoon zorgen dat er geen fouten in staan. Dus grammatica, spelling, interpunctie, enters ook, weet je, dat je in dialoog enters op de juiste plek hebt staan. En dan heb je nog alle laatste fases waarin iemand echt, ik zou zeggen de puntjes op de i zet, maar ik maak de laatste grap dat in een tekst te werken zitten altijd puntjes op de i. Maar gewoon zorgen dat er echt geen fout meer over is gebleven. Ja. Dus als je bij een uitgeverij uitgeeft, zijn er echt vaak die vier fases. Welke van de vier zou je zeggen dat jij doet? Of doe je het allemaal in één keer? Of dat verschilt een beetje van wie mij inhuurt en waarvoor. Want als schrijver of uitgever heb je vaak ook een bepaald doel met een redactie. Vaak via een uitgeverij doet de uitgeverij de eerste inhoudelijke ronde. Dus als mij dan nog dingen opvallen, geef ik die natuurlijk aan. Want ik wil niet dat er fouten of grote gaten in een verhaal zitten. Maar dan ben ik er meestal meer voor het zinsniveau. En of voor de correctie. Dus die twee dingen doe ik voor uitgeverij het meest. Ja. Maar als ik samenwerk met een individuele auteur, dan pak ik het wel vaak samen. Ook gewoon om budgettaire redenen. Je wil niet per se meteen iemand twee rondes laten doen. Ja. Dus dan ga ik het gewoon eigenlijk helemaal redigeren op tekstniveau. En kijk, als ik op tekstniveau redigeer, dan gaan die fouten er ook meteen uit. Want die zie ik en die ga ik niet laten staan. Ja. Maar dan is het altijd slim om er wel nog eventueel een correctie achteraan te doen voor de laatste dingen. Ja, want je gaat natuurlijk ook nog weer herschrijven op andere tips van jou. Ja, want je past weer dingen aan in de tekst. En ook met de redactie, weet je, er komt zoveel in. En het hangt een beetje vanaf hoe goed de kwaliteit is van wat je aanlevert. Hoeveel er ook veranderd gaat worden. Maar als er heel veel dingen aangepast moeten worden, dan gaat die tekst er helemaal gaterig uitzien. Omdat je allemaal rode lijnen en allemaal dingen tussen hebt. Dus dan kan het ook wel zijn dat er een keer een spatie voor een punt staat. Weet je wel? Ja. Dan krijg je wel een soort kleine dingetjes. Ja. Dus dat is dan gewoon het risico waarvoor mensen een corrector ook inhuren. Of dat ze hem zelf dan nog een keer doorlezen als je zelf een goed oog daarvoor hebt. Ja. Ja, je zou zeggen dat twee rondes is wel een soort van het minimum. Ja, en dan moet ik zeggen dat bij mijn eigen boeken, wat ik destijds heb gedaan toen ik die zelf uitgaf, is ik had een redacteur ingehuurd. En ik heb toen het zelf echt nog heel goed doorgelezen voor staan er niet geen rare dingen meer in. Want ik heb natuurlijk zelf ook wel een beetje een oog daarvoor. Ja. Maar zeker als je gewoon weet van jezelf dat spelling niet je sterkste punt is. Of dat je gewoon, dat je zelf ook gewoon niet zo detail-oriented bent. Maar sommige mensen hebben gewoon zoiets van het verhaal staat er, ik wil er klaar mee zijn. Dan zou ik je echt wel aanraden om iemand ook nog die laatste ronde te laten doen. Om het gewoon even goed door te lezen en het liefst wel een professional die gewoon weet wat dat is. Ja. En zorgen dat alles gewoon goed staat. Dat zou ik wel aanraden. Maar ik weet ook vanuit budgettaire overwegingen dat dat niet altijd is wat mensen doen of willen doen. En dat is een keuze die je dan maakt. Ik heb als een tip gehoord dat als je, want het lastige is natuurlijk als je naar je eigen tekst gaat kijken op fouten, dat je te veel in de tekst gaat. Dus dat je de zinnen ziet zoals je ze verwacht dat je ze ziet. Dus ik heb wel eens gehoord dat het slim is om bijvoorbeeld van achter naar voren dan te werken. Oh. Zo, want dan zit je minder in de tekst. En dan kijk je gewoon zin voor zin. En dan zie je dus veel beter van, oh, er staat hier een punt met een komma ervoor. Of een, weet ik veel, een spatie ervoor. Ja, maar dat is wel grappig dat je dat zegt. Want ik merk het ook bij mijn eigen verhaal. Dat als ik mezelf ga redigeren, dan kom ik gewoon weer helemaal in het verhaal. En dan op een gegeven moment ben ik een pagina verder en denk van, ik was gewoon aan het lezen. Ik was helemaal niet meer aan het opletten. Want ik moest En dat is bij je eigen verhaal nog moeilijker natuurlijk dan. Ja. Ja, en wat ik wel ook altijd aanraad is om het op een ander format te gaan lezen. Dus als je werkt in Word, print het uit, maar dan wel in een ander lettertype. Weet je wel, dat niet elke keer precies op dezelfde manier op de pagina staat. Ja. En wat ik ooit had gedaan, was het gewoon een keer omgezet naar een EPUB om op mijn e-reader te lezen. En toen zag ik echt weer allemaal andere dingen, omdat het gewoon echt uitmaakt hoe je het ook ziet. Oh ja, want ik heb dat ook gedaan, inderdaad. Ik schrijf in Scrivener en ik schrijf in een schreefloze letter. Dat zijn van die letters die zeg maar niet aan de onderkant nog zo'n pootje hebben. En toen heb ik het daarna geëxporteerd en het geprint ook, maar met een schreefletter. Dus dat is meer wat je ziet in romans en boeken. Yeah. En het zag er volledig anders uit. Yeah. En super fijn, want daardoor zie je inderdaad weer nieuwe dingen die je anders niet zag. Dus ik vond dat zelf ook enorm helpend. Yeah. Ik kan me nog voorstellen, want dat printen is ook fijn, omdat je dus meteen erin kan schrijven ook. Dat bij EPUB natuurlijk niet. Nee, je kan wel dingen markeren en eventueel zelf iets bijhouden. Maar dat was echt in de allerlaatste fase. Dus toen waren er minder dingen die aangepast moesten. Dan hoop je dat je gewoon niks meer tegenkomt. Precies. maar ik vond het ook gewoon heel erg leuk. Ik kan me voorstellen dat jij het ook had toen je het uitprintte. Dus dan wordt het, zelfs met een e-book had ik dat het opeens echt al een boek was geworden. Want ik las heel veel e-books. Dus toen ik het zag op mijn e-reader in dat format, dacht ik, oh, nu is het echt een boek. Uh-huh. Ja, ik had het geprint op A5 en het laten inbinden. Dus het was ook echt boekformaat. Ja. Het voelde als een boek. En dat is wel heel bevredigend om het een keer, nadat je zo lang hebt geschreven, om dat te doen. Ja. Dus alleen dat al. En dan lees je het ook weer anders, inderdaad. Ja. Dat is super fijn. Ja. Ja, dat helpt heel erg om gewoon de dingen anders te gaan zien. En ook meer misschien als een lezer te zien versus als de auteur. Ja, want ik ging ermee op de bank hangen. Ja. Zeg maar gewoon met het boek zo. Ja, versus dat is gewoon anders dan inderdaad schrijven. Ja. Dat is een heel andere bezigheid. Ja. Ja.
Hey, wat vind jij leuk aan redigeren, een redactie doen? Alles. Het is wel echt, ik heb echt wel mijn passie gevonden, zeg maar. Ik had het niet eens per se zo verwacht, maar als ik ermee bezig ben, dan ik vind dat ik kom helemaal in de flow en ik hou zo van verhalen, dus het is voor mij echt het perfecte beroep eigenlijk. Ja. En wat ik er vooral zo leuk aan vind, is dat je dus op die verschillende levels met iemand mee kan denken. Ja. En vooral ook dat je gewoon heel erg kan bijdragen aan iemands ontwikkeling als schrijver. Want ik merk dat ook bij, toen ik mijn eigen boek had uitgegeven, hier zo mooi gedisplayed staan. Toen die geredigeerd werden, toen leerde ik zoveel meer over schrijven dan in alle tijd daarvoor. Ja. Omdat iemand feedback geeft op jouw werk. Ja. En leer je letterlijk wat jij anders doet. Of niet goed doet, of net niet sterk genoeg doet. Ja. Terwijl als je gewoon boeken leest of video's kijkt, dan hoor je erover en dan denk je, oh, ik ga dit toepassen, maar dat moet dan ook maar lukken. Zeker. Dus Dat vind ik heel erg leuk, dat ik zo kan bijdragen aan iemand anders schrijfproces, omdat ik zelf ook echt wel van alles is lelijk geschreven naar het is een beetje leesbaar gegaan ben. Dus dat ik helemaal weet welke stappen mensen dan doormaken en ook weet, oké, als ik nu in deze fase zit, dan dus kan ik het beste hier feedback op geven, want weet je, eerst moeten ze dat ontwikkelen voordat ze dit kunnen ontwikkelen. Ja. Dus dat je gewoon helemaal dat schrijfproces van een auteur kan beïnvloeden op een positieve manier. Ja. En gewoon in al die verhalen duiken. Ja. Gewoon dat je ziet, oh, dit is wat ze bedoeld hebben, maar het komt niet helemaal over. Dus misschien als je dit doet, dat meedenken. Weet je wel, dat echt Sparren met. Nou, het is echt het nadenken over verhalen. En dat vinden we alle twee heel leuk, natuurlijk. Ja. Want het is leuk om zelf iets te bedenken, maar het is ook leuk om gewoon te puzzelen met andere verhalen van anderen. Ja, het is een puzzel. Ik vind het leuk dat je dat zo zegt. Want ik hou dus ook heel erg van legpuzzels. Maar dus ik ben het helemaal met je eens dat het echt een puzzel is. En dat het heel leuk is om dat op te lossen en uit te vogelen. Ja. En al helemaal omdat er zeg maar 20 opties zijn altijd. Dus nou, het is niet één ding wat je zou moeten doen. Het zijn altijd allemaal verschillende manieren om iets te doen. Ja, ik heb het ook wel eens gemerkt. Het is echt een puzzel, een verhaal. En waarbij je de stukjes ook zelf maakt. Mm-hmm. Dus dat is echt... Ja. Of moet ik het stukje nog even veranderen? Ja. Past die dan beter? Ja. Ja. Zit het stukje wel in de juiste puzzel? Oh, moet hier een ander... Oh. Wat een goede metafoor dit. Ja, I love puzzels. Zou je aan alle schrijvers aanraden om redactie te laten doen voor hun boek? Altijd? Ja. Kijk, tenzij je dan je huur niet meer kan betalen. Dat is misschien een uitzondering. Je moet wel eerst voorzien in je basisbehoeften. Maar kijk, ik denk, we wonen natuurlijk in een vrij rijk land. Dus ik denk dat iedereen op zich daarin kan voorzien. Ja. Kijk, weet je wat het ook is? Zeker als je je boek zelf uitgeeft, dan wil je natuurlijk het best mogelijke boek maken. En dan doe je het eigenlijk ook deels voor je lezers en voor je toekomst. Omdat als lezers een boek lezen en ze zien allemaal spelfouten, dan is de kans gewoon wat kleiner dat ze je volgende boek ook op zullen pakken. Ja. Dus daar doe je het voor als je boek uitgeeft. Maar wat ik dus zo waardevol vind, is dat je het vooral ook voor jezelf doet. En dat je echt investeert in jezelf als schrijver. En er zelf van leert en beter wordt. Ja. En wat wel grappig is, even een kort verhaal over mij. Is toen ik begon met schrijven, is dat ik best wel... Ik lette niet zo heel erg op wat is nou goed schrijven. Ik deed daar ook niet echt onderzoek naar. Voor mij was het toen echt een... Ik zit lekker in de flow en ik wil gewoon lekker typen. En ik zie wel wat eruit komt situatie. En dat was echt prima. Maar daardoor heb ik in die periode ook niet heel veel geleerd over schrijven. En als ik dan nu terugkijk naar eerdere werken, dan denk ik, oh ja, ik had nu het een en ander net anders gedaan of anders verwoord. Of ja. Nu ken ik wat meer van de technieken. En inmiddels zit ik helemaal op zo'n punt dat ik denk, ik wil er alles over leren. En ik wil van alles weten, waarom werkt het en waarom niet. En ik denk dat als ik zeg maar destijds, toen ik begonnen was met schrijven, in aanraking was gekomen met mensen die er heel gepassioneerd over waren of goede ideeën over hadden en daarmee erover kon praten, dat ik dat al veel eerder had gehad. Ja. Het was meer dat ik een soort van er niet echt mee bezig was. Het was gewoon een hobby van mij die ik op mijn zolderkamer aan het uitvoeren was. Ja. En op een gegeven moment op mijn studentenkamer. Zonder dat ik echt andere mensen bij betrok. Maar toen ik dat wel ging doen, werd het zoveel leuker. Ja, ja, mooi verhaal. Want ik denk inderdaad dat er zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon inderdaad schrijven op de zolderkamer. En het komt ook niet van de zolderkamer af, zeg maar. Mm. En dan denk ik, nou ja, maar als dat zo is en je doet het puur voor jezelf, dan hoeft het natuurlijk niet per se. Ja. Maar als je een werk maakt wat je de wereld in wil brengen, dan denk ik dat het inderdaad aan de ene kant fijn is voor de lezers. Mm-hmm. Maar zeker ook voor jezelf. Want eigenlijk is een redactie laten doen is natuurlijk een soort van schrijfcursus. Ja, maar dan veel specifieker en gedetailleerder. Want je gaat echt in op wat jij zelf doet. Ja. En zeg maar, inmiddels heb ik ook zoveel ideeën en voorbeelden dat ik ook heel specifiek kan zijn als ik iets zie gebeuren. Dat ik meteen in een tekst, zeg maar, dan kan ik meteen al aangeven, oké, dit is wat je hier aan het doen bent. Leuke beginnersfout, zo zeg ik dat niet. Ik ben heel aardig als ik dat zeg. Maar als je het zo doet, dan wordt het sterker. Of dan, weet je, dan krijg je het effect dat je eigenlijk wilde. Ja. Dus dat is gewoon echt heel leuk.
Ja, ja, nou, en ik merk zelf dat het ook, ik vind het heel leuk om te leren over schrijven. Mm. Ik bedoel, dat is ook mede doel van dit YouTube-kanaal. Yeah. Dat ik gewoon leer over schrijven van mensen zoals jij en van anderen. Ja. Maar dat maakt het ook, dat maakt jou ook, zeg maar, jij zou voor mij echt een ideale klant zijn om het daar meteen mee over te hebben. Want ik merk dus ook dat heel veel mensen bij mij komen voor redactie van, ja, weet je, over 2 weken komt het boek uit, even de spelfouten eruit, hier heb je het document. Prima, kan ik ook doen. Maar het is nog leuker inderdaad als iemand echt helemaal open staat voor die feedback en echt wil leren. En dat heb jij heel erg, dat merkte ik al in alle gesprekken die we erover gevoerd hebben. Dat je echt heel leergierig bent naar, oké, maar hoe kan het dan allemaal nog beter? Ja. En als mensen dat hebben, dat is echt ideaal. Want dan ga je erin met de juiste mindset. Want stiekem willen we toch altijd wel dat wat wij al hebben gedaan eigenlijk heel goed is. Dat heb ik ook gehad. Dat wil ik ook hoor, eigenlijk. Ja, maar tuurlijk, dat willen we allemaal. Maar tegelijkertijd is dat bij niemand het geval. Zelfs bij de grootste, beste auteurs zou je er nog dingen uit kunnen halen van, nou, dit had je nog sterker kunnen doen deze manier. Omdat er zoveel manieren zijn. Ja. Dus dat helpt heel erg als je gewoon die leergierige mindset hebt en weet dat je nog niet aan de top van de schrijversskill zit die je kan ontwikkelen, omdat het altijd kan ontwikkelen. En dat helpt heel erg ook bij je eigen ontwikkeling als schrijver, als je daar gewoon leergierig in bent. Ik denk ook dat je, als schrijven is niet een vak, ik bedoel, dus ik vind het een vak wat je kunt leren, maar het is niet zo'n vak wat je kunt leren van, oh, je leert 4 jaar. Uh-huh. En dan ben je het altijd. Dan kun je het. Klaar. Nee. Ik heb het gevoel dat schrijven zo'n vak is waar je in blijft leren, inderdaad. Ja, het is ook omdat het zo creatief is. Het is creatief, het blijft zich ontwikkelen. En misschien op een gegeven moment ken je wel een beetje een soort van alle, weet ik veel, trucs die er zijn. Maar blijf je ook ontwikkelen in je stijl en wat je mooi vindt. Want je smaak blijft zich ook ontwikkelen natuurlijk. Ja. En daarnaast zijn er gewoon inderdaad zoveel manieren waarop je een verhaal kan vertellen. Dat als je zoiets hebt van, oké, weet je, dit trucje heb ik nu wel onder de knie. Bijvoorbeeld, hè, ik gebruik bijvoorbeeld vaak de reis van de held. Ja. En op een gegeven moment denk je, nou, weet je, die reis van de held, als ik dat een keer moet gebruiken, weet ik helemaal hoe en dan wordt het een goed verhaal. Kan je een keer een andere structuur gaan gebruiken of kan je een keer alles door elkaar gaan halen en hele andere perspectieven gaan doen. Dus dan zijn er altijd weer andere dingen die je kan gaan uitproberen. Ja. En dat kan je verhaal dan weer nog sterker maken. Ja. Ja. Leuk. Mm-hmm. Ja. Valt veel te leren over schrijven, dat leer je daar maar van. Ja, en dat is ook heel leuk sinds ik dit echt fulltime ben gaan doen, is dat ik zelf ook weer zoveel meer leer over schrijven. Want ook bij anderen uitvogelen waarom iets niet werkt, is zo nuttig. Echt heel nuttig. Maar dat merk ik ook in schrijfgroepen natuurlijk die ik heb. En als ik feedback geef aan anderen, dat ik daar vet veel van leer. Ja. Ja, dus dat is vet leuk. En met dit YouTube kanaal. Want door te vertellen over dingen en hoe iets werkt, ga je zelf erin duiken om het uit te zoeken. En dan ga je dus daar beter in worden. Ja, en wat ik heel erg heb, zeg maar, sinds ik jou eigenlijk heb ontmoet en we dus vaak samen iets van een film kijken of een serie tegelijk of die de ander al gezien heeft, en dat dan helemaal kapot analyseren. Ja. Sinds ik dat aan het doen ben, vind ik ook heel erg leuk. Want ik was meestal altijd een beetje, ik kijk dan wel heel veel Netflix, maar gewoon een beetje in mijn eentje op de bank. En dan daarna, oh, heb je het gezien? Ja, was leuk, oké. Maar om het echt helemaal te gaan bespreken met iemand, vond ik ook heel erg leuk. Dus dat is ook iets wat je misschien zou kunnen doen als je geïnteresseerd bent in beter worden in storytelling. Is gewoon eens met iemand die je kent die dat ook leuk vindt, vaker samen een boek lezen of samen een film of serie kijken. Ja. En het dan ook gaan hebben, oké, waarom werkte dit nou zo goed? En oh, ik voelde eigenlijk niks voor dit personage. Waarom is dat nou zo? Ja. Dat helpt ook heel erg. Ja, enorm. Ja. Ja. En is ook heel leuk. Echt heel leuk. Ja. Ik hoor ook wel eens als er gesproken wordt over redactie in Facebookgroepen of zo, dat er ook mensen zijn die een soort van bang zijn voor redactie. En zoiets hebben van, oh, maar straks gaat de redacteur helemaal zeggen dat ik het helemaal moet veranderen. En dat wil ik niet. Ja. Wat zeg je op dit soort commentaren? Ik had dit ook. Oh ja? Ja. Ik vond het ook heel eng de eerste keer dat ik redactie ging doen. Grappig. En ik weet ook nog dat ik, wat voor mij nog eens dubbel was, is dat, kijk, als je op zoek gaat naar een tandarts of een dokter in de buurt, dan is het gewoon, oh, wie woont dichtbij, ik ga daar wel heen, I don't care. Ja. Maar bij dit zocht ik echt naar iemand met wie ik kon samenwerken, waarbij ik een beetje een klik had en die ik zou vertrouwen met mijn precious woorden op het papier. Ja. Dus ik had het ook heel erg. Dus ik heb toen allemaal mensen een berichtje gestuurd van, hey, wil je een korte proefredactie doen, even een feeling krijgen. En ik had ook uiteindelijk echt afgesproken met mijn redacteur, want ik wilde graag even met haar praten. En dat is niet altijd nodig, maar dat vond ik gewoon heel fijn. En dat gaf me uiteindelijk het vertrouwen om het dan aan die persoon te geven. Maar zij had ook niet per se een online presence. Dus ik had nog niet zo'n goed beeld van haar. Ja. Maar dat vond ik ook heel erg lastig om een redacteur te vinden en dat uit handen te geven. Ja. En
uiteindelijk, kijk, je denkt inderdaad, oh, ik heb iets geschreven en het wordt helemaal tot de grond toe afgebrand door iemand. En die reacties heb je. Dat zou ik niet per se mee willen werken, want ik moet wel constructief blijven. Maar ik heb ook wel eens gezien van redacteurs die gewoon zeggen, ja, schrap dit hele hoofdstuk maar, gooi dit er maar uit. Terwijl het een beetje afhangt van jouw doel met een tekst. Want soms is het helemaal niet nodig om alles te schrappen en kun je het op hele andere manieren oplossen. En zijn er meerdere mogelijkheden. Dus dat vind ik altijd wel belangrijk om ook te benadrukken. En wat mij, zeg maar, de meest blije verrassing voor mij was, is dat het echt heel erg hielp om mijn tekst juist sterker te maken. En echt wat ik juist wilde vertellen, beter naar voren te laten komen. Ja. Wat we in het begin ook al even zeiden, dus je bent gewoon blind voor je eigen dingen. En als iemand je dan op wijst, ik heb nu eigenlijk altijd met de redactie denk, oh ja, goed punt, daar had ik helemaal niet aan gedacht. Ja. En dat is eigenlijk wat de redacteur doet. En niet zozeer, oh, nu moet ik alles veranderen. Het is meer zo, oh ja, inderdaad, dit heb ik niet gezien. Nou ja, je moet wel openstaan voor aanpassingen, denk ik. En je moet de juiste vinden. Want je moet inderdaad niet iemand hebben die alleen maar zegt, hey, schrap dit, dit is kut en dit is allemaal slecht. Ja, want dat is wel grappig. Ik had ook, toen ik die redacteurs allemaal mailde met, hey, een kleine proefredactie, gewoon van, weet ik veel, een pagina of zo. Gewoon om een stijl even te zien. Er was dus iemand die had echt een hele belerende mail teruggestuurd. En ook in de dingen allemaal had helemaal aangepast, zodat het een heel literair werk ging worden. En dat wilde ik helemaal niet. Ja. Ik had het ergens gewoon genoemd dat iemand blond haar had. En toen had ze ervan gemaakt, ja, het licht weer kaatste op haar. Dat ik denk, dit is niet mijn schrijfstijl. Ja. Dus dat is ook, zeg maar, redacteur hoort zich wel aan de stijl van de auteur te houden. Maar daarbinnen de ontwikkeling op te zoeken. En ik denk dat die combinatie heel erg goud waard is. Ja. Dat je daar ook het meeste aan hebt. Want je hoeft niet, zeg maar, ik denk dat mensen heel vaak bang zijn dat hun hele schrijfstijl anders moet worden. Dat had ik ook. Ik dacht, ik doe het vast allemaal fout. En zodra ik het nu aan iemand laat lezen die er iets van weet, kom ik erachter dat ik alles helemaal anders moet doen dan ik altijd al deed. En dat is bijna nooit het geval. Ja. Ja, nou ja, dus inderdaad de juiste vinden. Mm-hmm. En dat doe je dus eigenlijk door een stukje te laten proefredactie te laten doen. Zodat je even de stijl van iemand te zien krijgt. Dat is heel fijn. Ja. De meeste redacteurs bieden dat ook aan, denk ik. Ja, het is niet per se altijd gratis of zo. Maar ik bedoel, weet je, dan laat je iemand 1000 woorden redigeren, betaal je 10 euro of 15 euro. Dus, dat is prima natuurlijk. Ja, het is gewoon dat je even... En als ik iemand binnenkrijg die een heel groot project heeft bijvoorbeeld, dan bied ik het vaak wel aan. Dat ik denk, weet je, en dan... hoort het gewoon bij de prijs als je met me verder gaat. En anders betaal je alleen de proefredactie. Ja. Dus dat kan je altijd wel doen. En het helpt ook natuurlijk als iemand gewoon al... als je iets van iemand kan zien. Bijvoorbeeld, jij hebt een YouTube kanaal. Dus stel dat iemand bij jouw redactie zou willen doen. Dan helpt dat wel een beetje dat je weet hoe iemand erin staat. Ja. Maar proefredactie is ook altijd een hele goede optie. Of je kan ook vaak wel een soort van coach of schrijfgesprek, zeg maar, inplannen. Ja. Dus zijn allemaal opties eigenlijk om kennis te maken met de redacteur voordat je je hele manuscript erin gooit. Ja. Dus op die manier kun je inderdaad de juiste vinden. Ja. Daarnaast denk ik ook dat het belangrijk is dat je beseft dat de redacteur niet de baas is over jouw werk. Oh ja. Oh ja. Meestal. Kijk, tenzij, kijk, als je bij een uitgever zit en die uitgever die heeft een redacteur ingehuurd, dan kan het zijn dat die uitgever tegen je zegt, nee, luister nou maar naar je redacteur. Dat kan. Ja, maar dan is de uitgever de baas en niet de redacteur. Eigenlijk wel. Dus dan kun je nog in discussie met je uitgever. Maar in principe, zeker als je zelf een redacteur inhuurt, is de redacteur natuurlijk niet de baas. Dus je kunt dan... Nee, het is inderdaad echt een samenwerking. En de redacteur die zorgt er gewoon voor dat alle keuzes die jij hebt gemaakt in je boek, dat je die bewust hebt gemaakt. Ja. Want je kan wel... kijk, stel dat ik met feedback kom over je verhaal en ik zeg, oké, maar waarom heb je dit zo en zo gedaan? Misschien kan je beter zo doen als dit je bedoeling was. En als een auteur dan tegen mij zegt, nee, dat moet zo blijven, want om deze en deze reden, ik heb erover nagedacht en dat past bij het personage, dan denk ik, helemaal top. Want dan heb je er dus inderdaad bewust over nagedacht. Ja. Maar een groot deel van veel manuscripten bestaat uit eigenlijk allemaal per ongeluk gemaakte keuzes. En soms kunnen die anders. En is het sterker als je er wel een bedoeling mee hebt. Dus het is echt een, wat ik al zei, een samenwerking waarbij de redacteur ervoor zorgt dat jij als auteur nog beter uit de verf komt. Dus het is niet van, als ik zeg dat je dit moet veranderen, moet je het veranderen. Helemaal niet. Ja. Het is meer ideeën aandragen. Ja, het zijn ook zo, wat ik zelf merk, want ik heb nooit officieel redactie laten doen nog. Maar ik heb wel met schrijfgroepen gewerkt. En ik heb ook wel feedback op mijn werk gehad. En wat ik ook merk, dat soms komt iemand met een suggestie van, hey, je kunt beter dit. Mm-hmm. Of ik vind hier dit en dit van. Soms merk ik dat het ook... Het is vooral een aanwijzing dat er iets aan de hand is. Ja. En dat hoeft niet eens per se te zijn wat diegene denkt dat er aan de hand is. Mm-hmm. Of wat die denkt dat anders moet. Ja. Soms is het gewoon dat ik merk, ik heb dit niet duidelijk uitgelegd. Ja. Want als iemand hierover valt, dan moet ik dit dus beter neerzetten, blijkbaar. Ja dat klopt. Maar daarnaast is het ook een hele precaire balans. Want je hebt ook, zeg maar, mensen lezen het ook vanuit hun eigen perspectief. Mm-hmm. Dus soms als mensen ergens iets over zeggen,
dan zegt dat helemaal niks. Dat is waar. Dus moet dus een bepaalde onderbouwing bij zitten. En daarom is het ook, zou ik zeggen, beter om met een redacteur te werken dan met bijvoorbeeld proeflezers van mensen die het leuk vinden om te lezen. Ja. Omdat die vaak wel kunnen benoemen wat ze niet fijn vinden, maar niet echt waarom. Ja. En een redacteur kan daar iets dieper op ingaan. En dat is denk ik heel waardevol. Ik dacht laatst aan gewoon het idee van, als mensen zeggen van, kijk, ik vind dit niet goed of ik vind dit slecht of ongeloofwaardig. Is het dat dan echt of is het gewoon buiten jouw perspectief? Ja. Zeg maar, is dat gewoon iets wat jij niet in jouw leven kent? Maar op het moment dat die keuzes dan weer goed uitgelegd worden in een verhaal of wat dan ook, dan kan je er weer in inleven en in meegaan. Nou, klopt. Ik moet zeggen, als ik zelf wel eens feedback geef, want ik doe natuurlijk geen redactie zelf, maar ik geef wel eens feedback op teksten. Dat ik nog wel eens heb van, hey, ik ken dit woord niet. Maar dat kan ook aan mij liggen. Ja. Want inderdaad, wat is mijn perspectief? Misschien weet ik dit gewoon niet en weet verder iedereen dit. Ja, en plus, het is ook niet altijd erg. Kijk, als dingen echt belemmeren. Ik ben het wel helemaal voorstander van, je moet het je lezer wat makkelijk maken. Zeker in het verloop van een tekst. Maar als er een keer dingen in staan die niet helemaal duidelijk zijn meteen. En die worden later pas duidelijk, is dat ook juist leuk. Of als het inderdaad een keer een woord in staat waarvan je denkt, nou, dit woord ken ik niet en je gaat het opzoeken. Ja, dan heb je iets geleerd. Dat is ook alleen maar leuk. Ja. Dus het moet niet belemmerend worden, maar als dat soort dingen erin zitten, dat betekent niet per se dat het erg is. Ja. Denk je dat het belangrijk is om een redacteur te vinden die ervaring heeft in het genre waarin je schrijft? Dus ik als fantasy schrijver, moet ik een redacteur vinden die fantasy begrijpt? Goeie. Ik denk niet altijd per se. Maar het hangt er een beetje af van het vraagstuk waarmee je naar een redacteur gaat. Yeah. Alle redacteurs zijn ook gewoon echt wel analytische lezers, zeg maar. Dus als ik verhaal is wat ik zelf niet per se graag zou lezen, dan kijk je alsnog op structuurniveau en op al die niveaus van een verhaal. Yeah. En kan het soms juist helpen iemand te vragen die niet zo goed in dat genre zit, omdat die er echt als lezer naar gaat kijken. Yeah. Dus dat hangt een beetje van je vragen af. Want als je vraag voelt is van, ik heb een magische wereld en ik weet niet zo goed hoe ik magie in de wereld moet verwerken, ik zeg maar iets. Ja. Dan nog denk ik eigenlijk dat ook een redacteur die er niet in gespecialiseerd is, daar goed over mee kan denken. Maar dat hangt er wel een beetje van de persoon af. Want je hebt ook redacteurs die juist heel specialistisch werken. Ja. En je hebt ook redacteurs die meer op verhaalniveau werken. Ja. En dus dan ook over dat soort dingen mee kunnen denken. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat het bijdraagt, zeker bijvoorbeeld bij fantasy, dat een redacteur veel fantasy heeft geredigeerd, maar ook gelezen. Omdat hij bijvoorbeeld kan zeggen, nou, dit is nou typisch een trope die je vaak tegenkomt binnen fantasy. Ja. Dus zou je dit nou wel doen? Ja. En dat kan een redacteur die daar geen ervaring in heeft misschien niet. Dat is waar, ja. Dus maar dat is dus een ding. Als je doel is om echt te zorgen dat je heel origineel bent en dat je niks gebruikt, geen clichés gebruikt en dat soort dingen, dan zou dat heel nuttig kunnen zijn om inderdaad iemand te zoeken die daar veel van weet. Ja. Ik vind eigenlijk ook, ik wil zelf een boek schrijven wat niet alleen gelezen kan worden door fantasy fans. Mm-hmm. Ik heb heel veel vrienden die echt geen fantasy lezen. Ja. En ik zou het leuk vinden als zij het lezen en denken, hey, ik vind het eigenlijk toch wel leuk om te lezen. Dat zou ik heel tof vinden. Trek ze het genre in. Trek ze het genre in, inderdaad. Dus, dit vind ik heel leuk, want heel vaak als ik jou hoor praten, denk je, ben mensen nu echt aan het overtuigen om meer fantasy te lezen? Dat vind ik altijd heel leuk. Ik ben fantasy promotor. Echt hoor, ja. Maar dat vind ik ook weer het nadeel, want stel dat je bijvoorbeeld in dit geval een redacteur hebt die echt alleen maar fantasy redigeert, dan kan je ook juist weer blind zijn voor dingen waar eerste lezers overstruikelen, omdat je al zo ervaren bent in dat onderwerp. Ja, dus het heeft voor omdat je inderdaad in het genre weet van, oh, dit gaat waarschijnlijk, want in het fantasy genre is er altijd dit. Ja. Terwijl je wil ook inderdaad dat de gewone lezer, om het maar zo te noemen, ook het kan lezen. Maar dat heeft natuurlijk niet iedereen. Dat is mijn gevoel voor mijn boek, dat ik denk, ik zou dat leuk vinden. Ja, precies, ja. Ja. Maar dat is dus ook weer, kijk, het is ook af. Heel, ja. Ja, en het is heel nuttig om als schrijver daar zelf ook over na te denken, wat je doel ermee is. Ja. Dit was ook iets waarvan ik heel lang struggled. Ik dacht, ja, waarom schrijf ik nou eigenlijk? Wat is nou mijn doel? En ik vond mensen vermaken wel leuk, maar toch niet helemaal genoeg, weet je wel. Ja. Dus dat is best wel een goed iets om over na te denken. En dat hoeft niet zo iets groots te zijn als ik wil dat mensen hun leven veranderen. Het kan ook zijn. Kijk, uiteindelijk kwam ik erachter dat wat een van mijn doelen is met mijn boeken, is om te laten zien dat mensen zoveel verschillende lagen hebben. Dus dat wat je ziet vaak niet alles is wat ze zijn. En dat wat jij interpreteert bij iemand anders niet is wat er in hun eigen hoofd omgaat. En, want dat kwam eigenlijk terug in al mijn boeken, maar het duurde heel lang voordat ik erachter was. Ja. Maar zo'n een beetje een idee hebben van wat wil je er nou eigenlijk mee? Of wat wil je misschien, wat hoop je bij je lezer te bereiken? En dat meegeven aan je redacteur is wel heel handig, want dan kunnen ze er specifiek op gaan letten. Ja. En je kunt
kunt er dus je redacteur op selecteren. Ja, ook dat, ja. Ja. Je zei net al aan het begin ergens van, het is beter als, of je vindt het fijner als een schrijver niet naar je toe komt met, hey, ik heb nog 2 weken en dan wordt die gepubliceerd en hier is het manuscript. Haal even de D&T-fouten eruit. maar wat is dan wel het juiste moment om de redactie te gaan doen? Goeie. Ik moet trouwens wel nog even nuanceren dat ik dat niet... Dat ik, het mag wel. Hele andere dingen. Ja. Want ik vind het soms ook heerlijk om gewoon alleen maar te hoeven kijken naar de spelfouten. Dan lees ik op een hele andere manier. Dan ga ik er veel sneller doorheen. Tuurlijk, ja. Dus dat heeft ook weer zijn voordelen. Wat het juiste moment zou zijn. Ik denk... Kijk, het is wel... Ik preach altijd wel heel erg voor... Stuur echt je allerbest mogelijke versie op naar de redacteur. Ja, dus je moet niet te snel. Je moet gewoon eerst zelf nog 10 keer erdoorheen. Ja, en ook, weet je... Schakel wel alvast die proeflezers in. Ga wel alvast zelf er heel hard aan werken. Ga zelf redigeren. En zorg ervoor dat je echt de allerbeste versie aanlevert. Want op het moment dat je dat doet, kan de redacteur er ook het meeste uithalen. Ja. Als jij een eerste versie aanlevert, dan is er nog zoveel wat er waarschijnlijk aan kan gebeuren, dat het ook heel lastig is om dan op detailniveau al aanpassingen te gaan doen. Ik denk dat als je het aanlevert op het moment dat je zelf echt alles uit hebt gehaald en je stuurt het dan op, dan zit je ook op het punt waarop het meest gaat helpen aan je eigen ontwikkeling. Ja. Want dan heb je dus een manuscript waarbij je zelf echt niet meer inziet wat er nog beter zou kunnen. En dat is even confronterend als iemand dan zegt, kijk dit. Ja. Maar dat is wel waar je het meest gaat leren. Ja. Dus ik denk, weet je, het zelf schrijven... Ook denk ik, omdat dat nog toevoegt, omdat je er dus zelf al zo intensief mee bezig bent geweest. En al misschien met proeflezers op fouten bent geweest. Dan staan je hersens al een soort van aan van, er kunnen dingen beter. Ja. Dus je bent dan al in een leermodus bijna, voor mijn gevoel. Tegelijkertijd ook in een tunnelvisie. Want wat ook gebeurt, en dat heb ik zelf ook gehad met proeflezers, dat dan heb je de feedback van de proeflezers opgelost. En dan denk je... Nou, dat was het. Nu heb ik de fouten eruit gehaald en de gaten gevuld. Ja. En dan krijg je opeens iemand die zegt... Oh ja, maar kijk, alles kan ook nog zo. En je hebt nog deze optie en dit personage snap ik niet. Dus ook omdat je natuurlijk meerdere perspectieven hebt van mensen. Maar ook omdat het niveau waarop verschillende lezers kijken ook anders is. Ja. Dus ja, ik denk dat dat het beste punt is. Is inderdaad, je hebt het zelf geschreven. Je hebt feedback van anderen gekregen. Je hebt het zelf herschreven. Je hebt kritischer naar gekeken. Alle mogelijke fouten die je zelf al zou kunnen uithalen, eruit gaat. En dan stuur je het op. En maar dan heb je nog geen strakke deadline over publiceren. Dus dat is slimmer om dat niet te hebben. Ja. En dan, kijk, het is noodzakelijk om je boek te laten reageren voor het publiceren. Maar als je inderdaad zoiets hebt van, oké, ik wil hem graag in juli uitgeven. Dus dan ga ik 1 juni het opsturen naar de redacteur. Dan beperk je jezelf in eigenlijk je mogelijkheid om te leren. Want dan heb je niet meer de tijd om al die aanpassingen die mogelijk eruit komen ook door te voeren. Dan ga je misschien op zinsniveau de dingen aanpassen die de redacteur aangeeft. Maar dan ga je niet meer in grote lijnen dingen aanpassen. Omdat je denkt, ja, daar heb ik nu geen tijd meer voor. Ja. Dus dat kan wel. Alleen dan beperk je gewoon heel erg wat je er zelf uithaalt. En je doet toch een investering in de redacteur. Ja. Je gaat daar toch geld aan geven en tijd aan besteden. Dus dan vind ik het zonde om daar niet alles uit te halen wat je zou kunnen. Ja. Mee eens. Mooi. Dus hoeveel tijd zou je dan zeggen dat je kwijt bent aan de redactie? Stel dat je nou denkt, hey, ik wil er echt wel wat van leren. Want hoeveel tijd zou je dan ongeveer rekenen daarvoor? Oh, dat vind ik zo lastig. Want ik zou eigenlijk willen zeggen, zet daar geen deadline op voor jezelf. Ja. En dat hangt een beetje vanaf op welke schaal van ervarenheid je zit, zeg maar. Kijk, als ik nu een boek af heb en ik stuur het naar mijn redacteur, dan vind ik het prima om daar een deadline op te hebben. En te zeggen, oké, dat moet dan in een maand goed. Want de basis zit er nu wel in. Ja. Maar als het je allereerste boek is, of je tweede of je derde, en je hebt zoiets van, ik ben hier nog echt van aan het leren, geef jezelf dan geen deadline. Waarom moet dat boek er dan in juli zijn? Ja. Weet je, dat maakt dan ook niet uit. Het is gewoon een proces en daar mag je de tijd voor nemen. Dus ik zou pas zeggen, ga bezig met wanneer ga ik het echt publiceren op het moment dat het af is. Ja, ja. Nou, grappig, want ik heb altijd gedacht op die manier over mijn boek, mijn eerste boek. Van, weet je, het kost de tijd die het kost om het af te maken. Ja. Nu is er wel inmiddels een soort van deadline natuurlijk. Maar dat is omdat ik gewoon wel al heel veel tijd erin heb gestoken. En ook feedback heb gehad van allerlei kanten. Ik vind het echt heel leuk om te zien hoe jij bezig bent met je boek. Ook op dit kanaal, maar ook gewoon in het echt. En, en als we het erover hebben. En gewoon die mindset die jij daarover hebt. Het zou ik echt willen dat iedere schrijver dat die tijd nam en dat deed. En ik bedoel, ik zeg dit, ik heb het zelf ook niet gedaan. Maar dat heb ik nu geleerd ook daarvan. Ja. Ik denk het zoveel beter voor je. En ik denk dat je er ook zoveel gelukkiger mee gaat zijn. Ja. Om nog maar niet te spreken over hoe extreem die wereld tot leven komt. Dat je er zo intensief mee bezig bent al zo lange tijd. Nou, ik ben er ook blij mee. Mm. Maar dan heb ik nu toch 1 laatste vraag nog. Oké.
Er is misschien zoiets als te lang werken aan een boek. Oké, ja. Goed punt. Mm-hmm. Goed punt. Want daar ben ik ook helemaal niet... Er zijn al mensen die tegen me gezegd hebben van... Riske, kijk uit, want je komt in het risico dat je straks te lang aan het boek. Dat heb ik ook tegen jou gezegd, denk ik, vorig jaar. Misschien wel. En dat is ook... Ja, dan kun je het kapot redigeren, zeg maar. Ja. En daarbij is het ook weer een beetje het verschil in wat is je doel ermee. Ja. Want jouw doel is duidelijk, ik heb... Dit is een serie, het worden 10 boeken en ik wil hiervan leren. Ja. Zeker in het begin, je wil er gewoon van leren. En dan ben er dan maar lang mee bezig. Het is ook leuk om weer iets nieuws te schrijven en daar dan van te leren. Maar dan kan je die tijd best nemen. Maar ik denk, kijk, ik ben ook niet iemand die heel, zeg maar, extreem perfectionistisch ingesteld is. Want perfectionisme is gewoon angst dat het niet goed genoeg is. En dat heb ik niet zozeer. Want je mag ook accepteren als schrijver dat het eerste boek dat je uitgeeft... niet zo goed gaat zijn als het boek dat je 10 jaar later uitgeeft. Ja. Want hopelijk ben je aan het leren. Dus dan mag je op een gegeven moment het ook loslaten en gewoon met een glimlach kijken naar de dingen die je dan die jongere zelf fout heeft gedaan of minder sterk heeft neergezet. Dus ik zou niet zeggen van je moet niet langer dan dit, of dat is een beetje afhankelijk ervan. Maar als je op een punt komt waarop je zeg maar alles van je verhaal al 1000 keer geschreven hebt en nog steeds leest het netje, dan misschien een keer verder met een ander verhaal of gewoon even eruit stappen en dan weer terugkijken. Ja. Want je kan je er denk ik inderdaad wel blind op staren. Ja. Maar wat ik bij jou dan weer een uitzondering vind, is omdat het het begin is van een hele serie. Dus dan is het ook weer van, oké, ik ben nu bij boek 3. Oh, nu wil ik eigenlijk weer terug naar boek 1 om nog dingen aan te passen. Ja. Dus dan vind ik het een beetje een ander verhaal. Maar dan zou ik inderdaad zeggen, ga dan ook gewoon lekker verder schrijven. En dan een keer terug weer naar boek 1. Ja. Ik zou niet iemand aanraden om de hele tijd alleen maar op één stuk tekst je blind te staren. Want dan raak je depressief. Ja, dan vind je op een gegeven moment je tekst niet leuk meer. En ik denk dat je daarvoor moet waken dat je dat je eigen tekst leuk blijft vinden. En ik heb dat nog niet bereikt. Als in, ik hou nog steeds van het verhaal en ik wil er nog steeds aan werken. Maar inderdaad, je moet dat voorkomen natuurlijk. Ja. Ja. Goed, nou, tjonge. Het is helemaal bijna een soort van spannend ding geworden, redactie. Want het is fantastisch om te doen. Mm-hmm. Maar er is een soort risico dat als je te ver gaat erin, dan kun je te lang doorgaan. Mm-hmm. Nou ja, dat maakt het spannend. Ja, en dan moet ik ook weer zeggen, daar helpt ook een andere blik heel erg bij. Ja. Dus op het moment dat je zelf al jaren weet van niet, is het inderdaad nuttig om een keer aan iemand anders te vragen van wat vind jij er nou eigenlijk van? Ja. Want op een gegeven moment zie je het zelf gewoon niet meer. Ja. Ja. Mooi. Ik ben blij dat ik ook straks redactie op mijn boek kan gaan doen. Leuk hè? Ja. Ik heb er echt heel veel zin in. Ja. En ik merk dat ik ben er niet bang voor of zo. Nee. Want ik verwacht niet dat de redactie gekke dingen gaat zeggen van nou, nu moet het helemaal andersom. Maar nee, ik heb er veel zin in. Omdat ik denk, weer een kans om je boek nog beter te maken. Ja. Dat is het gevoel wat ik er zelf bij heb. Ja, dat is een topgevoel. Ja. Oké, nou, dankjewel. Graag gedaan. Super nuttige video, super lange video geworden dit. Maar het was gewoon heel interessant, vond ik. En ik hoop dat jij dat ook vond, dat je er iets aan gehad hebt. Mocht je nou nog vragen hierover hebben aan Sanne of aan mij, laat ze vooral achter in de reacties onder de video. Of ga ook even langs op Sanne haar YouTube kanaal, want die heeft ook een YouTube kanaal met superleuke video's over schrijven. Dus ja, superleuk was het. Veel succes met schrijven na deze video.